Cambuur Leeuwarden verspeelde de afgelopen twee wedstrijden tegen Dordrecht en Telstar maar liefst 5 punten. Een volgende zeepert kunnen Berger en de zijnen zich niet veroorloven. Eindhoven speelde in exact dezelfde opstelling als vorige week tegen Helmond Sport. Trainer Willem Leushuis mist alleen Achterberg en Van der Borgt en kan potentiële basisspelers als Labonder, Schumann en Vromans gewoon op de bank houden. Bij Cambuur Leeuwarden ontbreekt topscorer Harry van der Laan. Van der Laan verdraaide tegen Telstar zijn knie en zit nu met een vochtprobleem. Omdat De Roo en Oosterhof geschorst zijn, staan Van der Heijden en Van der Wal in de basis. Leijers. Dat is goed zakken. Daar voorbij Hendriksen. Nu komt hij nog een keer tegen. En Marcel Keizer. Die goed steun gaf dus aan Hendriksen. Keizer. Goed. Berghuis op links. Gaat die bal inderdaad ook naartoe. Berghuis. Nu de 16 meter in. Vallen of niet? Ja, vallen in ieder geval wel. Maar geen sprake van een overtreding van Manders. Besluit in ieder geval scheidsrechter Drost. Ik denk dat hij gelijk heeft. Als Berghuis de 16 meter binnenkomt. En hij wordt inderdaad niet aangeraakt. Het is een zwalbe, zou je ook geel voor kunnen geven. Dat gebeurt niet. Maar in ieder geval geen strafschop. Van Gils. Leijers. Nog geen ruimte om uit te halen. Probeert hij wel te vinden. Weijers. Nou, er was een klein gaatje. Gouwloze. Toch van Huiksloot. Losada. Met Hendriksen, Losada en het schot. Met links. Wat de juiste richting mist. Elsinga. Niet bij Van der Heijden. Is nog wel Dijkhuizen. Weijers en Da Costa. Losada zou graag willen. Nou, Da Costa loopt iets te veel met de bal. Thijsens. Kan niet dwars door Berghuis komen. Het blok gezet door Van Huiksloot. Dat is goed. En nu tempo Thijsens. Goed de linkerkant opgezocht waar ruimte is. Bij Koert Thijsbaard. Thijsbaard. Mooi meegegeven. Alleen dan weer zo'n krachteloos schot tot besluit. Uit van der Ron komt daar bij Dijkhuizen. Dit is Van der Heijden. Kort geleden even behandeld. Pas van Hendriksen op Berghuis mislukt. Greven. Weijers waar Hendriksen die bal wat ongelukkig op de rug krijgt. En weer een te zacht schot van Frank Weijers. Daarmee verrast hij de rond wel bijna, maar bijna is niet helemaal. Het gaat niet meer met Toto Da Costa. Vorige week vader geworden van de dochtertje Winnie. Hij moet eraf in de 35e minuut. Zijn vervanger is Roland Vromans. Vromans. Ja, loopt zelf achter die bal aan. Terugleggen, Losada. Weijers in de blessuretijd van de eerste helft. Nog steeds 0-0. Cambuur zo goed als geen schot gelost. En Eindhoven een paar halfzachte. Vromans. En dan misschien nu wel. Nee. Laatste kans in de eerste helft was er eentje voor Dragan Thijsens. Drol red, dus blijft het 0-0 bij rust. Wegkopt. Die bal komt niet uit bij Losada. Misschien in de herkansing. Dit is Jan Martens. Leijers. Interventie van Elsinga. Dijkhuizen. En Van Rijswijk. De achtervolging Martens. Voor is Van der Wal. Dit is Van Rijswijk. Dat is een goede actie. Van de bal kwam niet aan de bal. Al gegeven door Van Rijswijk. Maar er zat een speler van Eindhoven tussen. Vromans. Gouwloze, ja. Die raakt deze Vromans toch behoorlijk. De trap is inmiddels al genomen waar Vromans als een ribben grijpt. En die actie van Gouwloze. Eindhoven wil door. Maar nu krijgt ze vanaf de kant de opdracht om die bal toch maar over de zijlijn te schoppen. Hier controleert hij met zijn hoofd en let op Gouwloze. Die haalt voluit in de ribben van Vromans. Gouwloze biedt zijn verontschuldiging aan Roland Vromans. Weijers naar binnen, het schot met links. Dan kan Cambuur ruimen. En
corner weggegeven door Manders. Misverstandje met Van der Sleen, die dichter bij Manders was dan Manders had verwacht. Thijs Baard bij de eerste paal, waar Lange Dijkhuis in de gaten wordt gehouden door Manders bij deze corner. Dijkhuis komt er niet aan, Van der Sleen kan wegstompen. Af van de bal is voor Johan Abma. Abma, afdrukken. Eerste mogelijkheid voor Cambuur tot nu toe in de partij. Klinkt Van der Sleen tot een redding. Schot van Johan Abma in de 56e minuut. Dijkhuizen. Voor Rijswijk zou kunnen. Dijkhuizen blijft doorlopen. Er is ontdaan van Manders en de bal wordt van richting veranderd en komt op de lat terecht. Het is Dijkhuis die zich daar ontdoet van Manders. En dan via Thijsens komt de bal op de lat. Thijsbaard. De beweging voorin. Daar bijvoorbeeld Vromans. Onverwachts, maar toch. De kans voor Vromans. Martens. Hils. Lucila. Lucila. Ja! Jusila heeft geen last van Goudhozen en scoort de 1-0. Vlak voor het einde dus. Met 1-0 verloren van Eindhoven en daardoor haalde Cambuur slechts 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden. Wat is er toch aan de hand, Hamburger? Vanavond is denk ik een beetje te rangschikken onder de categorie als je dat we in de hoek zitten waar de klappen vallen. Want, ik denk dat er vanavond, gezien alle problemen die we hadden, dat, dat de spelers niet zoveel te verwijten is. Keihard gewerkt en we krijgen een heel laat een goal tegen die je niet meer kan repareren. Maar voor de rest vind ik nogmaals vanavond gezien de problemen die we hadden, dat er niet zoveel aan te verwijten is. En dan, ik bedoel, het verschil tussen 0 en 1 punt is gelukkig niet meer zo groot. Maar toch, als je Cambuur een beetje kent, weet je dat er voetballend best wat in die ploeg zit. Alleen dat komt er de laatste tijd zo weinig uit. Ja, maar goed, iedere wedstrijd staat op zich. Vorige week hebben we schandalig slecht gespeeld in IJmuiden. En vandaag misten we een stuk of 7-8 spelers. En Eindhoven hieruit is een moeilijke tegenstander. Sowieso een goede ploeg. En ik vond dat wij minstens gelijkwaardig waren. En de tweede helft, dat wij meer voetbal hebben gespeeld. En Eindhoven de lange bal hanteert. Nou, dan valt er dus een minuut voor tijd een goal. En nogmaals, dan heb je te weinig tijd om daar nog iets aan te veranderen. Maar mensen met een Cambuur hart hoeven zich geen zorgen te maken. Ondanks 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden. Ja, goed. We hebben heel veel punten natuurlijk laten liggen. Dus we hebben het jaar slecht afgesloten. Nou. Dan moeten we zorgen dat we de draad in januari goed oppakken.